Nou, dan gaan we naar de kassa. Deze boodschap zit er gewoon in. Ja. Luan, die doet een poging. Veel te veel boodschappen. Goed zo. Plezier, is er niet? Ja. 1, 2, 3. Even een metamorfose. Oh, papa, je al zin om te gaan slapen? Ja. Dat kleine meisje. Kom je in die ballonnen? Een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog. Lampje erin. Dat is lekker. Nara? Ja, opzet. Ja. Het flikker klopt. Hele goeiemorgen. Waar zijn de Bellingen? 1, 2, 3. Een hele goeiemorgen. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En vandaag is weer een nieuwe dag. Het is nog steeds lekker kerstvakantie. En het is maandagochtend, dus we hebben lekker uitgeslapen en relaxed vanochtend. Lucilla heeft een lipstiftje opgedaan. En toen wou Luxie ook. Dus wat had Luxie gedaan, Lucilla? Hij had op haar kin een lippenstift gedaan. Ze zat helemaal onder de lippenstift, dus ze hebben er een beetje gepoetst. Maar je ziet het nog een klein beetje, zoals jullie denken, wat is er rood? Nou, dat was dus door de lippenstift. Maar we gaan eerst eventjes lekker boodschapjes doen. Kerstboodschapjes inkopen, want het is bijna kerst voor ons in de vlog dan. En wat wouden jullie heel erg graag? We waren jullie iedere keer voor over aan het zeuren van dat mama zei, mag pas in de kerstvakantie. Wat was dat? Slaapfeestje! Ze wilde heel erg graag een slaapfeestje houden. En iedere keer was het, nee, we moeten morgen naar school. En mama had beloofd, als het kerstvakantie is, dan mogen we een slaapfeestje vieren. Yes. Goed? Hier dus, op de kleedje. Ja, ze willen echt hier in de kamer. We hebben hier al de tafeltjes weg, want ze waren lekker weer aan het dansen net. Dus vanavond gaan we hier slapen met z'n allen. Ook in de slimmer. Oh ja, dat kan wel. Een ideeke, dat is een goed idee. En hier staan ook nog wat doosjes om uit te pakken. Maar dat gaan we straks doen, want maar we gaan eerst even naar de supermarkt. Ik heb gewoon mijn bedje opgemaakt. Ja, Luan wil zijn hele matras naar beneden doen. Nou, dat zien we vanavond allemaal wel. Maar we gaan eerst even boodschappen doen. En straks gaan we dan even die doos uitpakken. We hebben de boodschappentas mee. Luxie is inmiddels toe in haar middagslaap. Nee, ochtendslaapje is het eigenlijk nog. Maar het is al wat later op de ochtend. Dus Daniel die gaat even de honden uitlaten. En Luxie even in slaap wandelen, want zij was gewoon moe. En dan gaan wij even naar de supermarkt boodschapjes doen voor de komende kerstdagen. Wat zijn we aan het doen, Luan en Lucilla, in Action? We zijn bij de Action allemaal discolampen. Mama! Discolampen? Nee, geen discolampen. Lekkere dingetjes. En champagne. We hebben alvast de champagne ingeslagen. Er waren er nog maar 4, dus die hebben we meteen meegenomen. En vuurwerk zit ook ergens hieronder. Wat vuurwerk, extra wat vuurwerk. Ja, maar dat is voor oud en nieuw, hè? Ja. Maar voor vanavond zijn we allemaal leuke dingetjes aan het verzamelen. Wat we kunnen spelen. En lekkere dingetjes om te snoepen natuurlijk, hè? Lollies. Oeh, nee, de lollies. Oh ja, de lollies waren ook op. Ja, doe er ook maar lekker een lolly bij. Nou, dan gaan we naar de kassa. Zo, we hebben bij de Action meteen ook even wat extra vuurwerk nog ingeslagen. Voor kerst met de familie en voor oud en nieuw. Ja, schatje, kom maar. Ja? Een hoef. Ja, die hoeven zitten er voor de sier. Kijk, zie deze hoeven. Die zitten er voor de sier, schatje. Dat vonden ze mooi. Maar we gaan nu eerst nog eventjes naar de Lidl toe. Nog even de kerstboodschappen inkopen. Goed? Kom maar, daar staat de auto. Zo, nou. Deze boodschapjes zijn binnen. Zelfs ook nog van die leuke hoedjes. Voor met oud en nieuw. En de champagne, hè? En niet zomaar kinderchampagne. Nee, de Anna en Elsa kinderchampagne natuurlijk, hè? We waren er nog maar 4 en we hebben mooi alle 4 meegenomen. Nou, zitten jullie er klaar voor? Ja. Zo. Dan gaan we nu op naar de supermarkt. En dan gaan we daar nog wat kerstinkoopjes doen voor, misschien voor kerstavond nog. De eerste kerstdag eten we gezellig met z'n allen voor de familie. Iedereen die neemt wat mee. En wij hebben het toetje, het dessert, meegekregen om ervoor te verzorgen. En we gaan natuurlijk op tweede kerstdag gaan we gezellig kometten met de familie. Dus ik wil nog eventjes, kometten met ons gezin. Dus ik wil ook nog even wat kometspulletjes in huis halen. En wat lekkere hapjes en drankjes voor met oud en nieuw. Dan hebben we dat alvast in huis. Dan moet ik zeggen dat het al over 2 dagen eerste kerstdag is. Dus voordat alle schappen leeg zijn in de supermarkt gaan we eventjes alles inkopen voordat alles op is. Dat hebben we geleerd van vorig jaar, want toen konden we nergens meer geen komet gebeuren halen. Ah. Nou, daar gaan we jongens. Op naar de supermarkt. Zitten jullie goed? Nee. Oh. Nou, ik ga even zachtjes. Doe maar. Ga maar in de gordel. Zo, nou. We zijn bij de supermarkt aangekomen. Karretje gepakt. Ik ga hierin. Wil je erin? Daarin? Ik weet niet of het gaat lukken, schatje, want je hebt hele lange benen. Echt? 1, 2? Nou, verhip.
Ze zit er gewoon in. Nou. Kijk dan, met die hele lange benen. Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we. Op naar de supermarkt. Hij zit niet krap. Alleen niet krap? Nee, niet krap, maar oh, wel een beetje pijn aan mijn been. Ja, ik zie het. Het zit precies, net precies. Kan nog net, zeg maar. Nou, jullie gaan mama wel goed meehelpen. Toppie. Luan die doet een poging iets van het bovenste schap te pakken. En dat lukt hem ook nog. Dit is hem, hè? Goed zo, jongen. Die doet er ook maar bij. Nou, het is al aardig vol met alle kerst en oud en nieuw dingetjes. Nog even extra, nog een keer extra kinder champagne. Er zijn heel wat gepland. Gourmet spulletjes. En natuurlijk ook lekkere toetjes. Yeah. Ja. Nou, kar is goed gevuld. Gaan we zo lekker naar de kassa. Goed? Yes. Hop, naar de kassa. Kan ik hem neerzetten? Oh. Ja. Ik hou jullie even vast. Ik hou hem wel vast, mama. Ik hou hem wel vast. Ja, richt maar iets meer naar mij. Ja, verder. Hallo. Zo? Ja. Nee, veel te veel boodschappen voor de kerst. Nee, dankjewel hoor. Hetzelfde. Ah, oh, wat lief. Het is heel lief. Ik zit in de andere tas. Kijk, dan verdelen we even de boodschappen over die. Oh. Zo. Zo. Flesje eruit. Ja. Hey, kinderen, ik weet niet wat jullie van plan zijn hoor, maar we hebben echt vet veel kinderchampagne ingeslagen. Wat gaan jullie allemaal doen met die champagne? Oh, voor het slaapfeestje. Voor het slaapfeestje. En voor het oud en nieuw. En voor oud en nieuw. En voor kerst. Want dan komen ook de neven. Dus die willen misschien ook wel champagne. Vandaar dat we vet veel kinderchampagne hebben. Want dus misschien één dag twee flessen helemaal leeg. Ja, het gaat ook heel snel met de kinderchampagne altijd. Dus. Kijk, nu lukt het me wel. De champagne eruit is. Hoppatee. Nou, de boodschappen voor de kerst zijn in huis, jongens. Op naar huis. Oh nee, Lucille wilde het karretje even alleen wegzetten. Kijk uit voor de auto's, hè. Ja, zet maar weg. En het muntje eruit, heel goed. Kijk eens hoe goed ze daar kan. Op de tenen. Ja. Ja. Ja, en dan? Ja? Ja? Duwen? Goed zo, goed gedaan. Nou, nu lekker op naar huis. Zo, wij zitten weer bepakt en bezakt in de auto. We hebben ook het kerstgebeuren allemaal binnen. En natuurlijk ook wat voor het slaapfeestje voor vanavond. Want de kinderen wilden een slaapfeestje in de woonkamers. Gaan we ook even een feestje van maken, aangezien het kerstvakantie is. Wilden ze dat heel graag. Prima. Nou, gaan we op naar huis, op naar papa. Die zal wel terug zijn inmiddels, denk ik, met de honden uitlaten en met Luxie in slaap wandelen. Ja? Zit hij in de gordel? Ja. Nee, maar nu moet ik nog wij doen. Oh, oké. Okay. Maar Lucilla is er niet. Lucilla is er niet? Wat nou? Nee. Maar Lucilla, moet je daar blijven? Ik zou niet zeggen dat je... Dat is altijd leuk met zo'n grote auto. Daniel die doet altijd. Daniel rijdt meestal met de auto. En dan die is helemaal aan die auto gewend natuurlijk. Maar dus, we hebben best een lange auto. Daniel noemt natuurlijk altijd onze walvis. Mama, ja? Lucilla is er niet meer. Nee. Jongens, mama moet even uitparkeren. En vooral als het druk is en ik moet ergens parkeren, dan ik weet niet of vrouwen dit onder ons herkennen, want dan krijg ik soms wel eens zenuwen. Maar goed, ik ben eruit, jongens. Zo. Inmiddels zijn we een tijdje thuis. Ik heb alle boodschappen helemaal opgeruimd en wel. Ik heb zelfs de hutspot al eventjes aangezet. Heb ik net erop gezet, dus toch nog niet warm. Ja, Luxie, wat heb jij aan, Luxie? Wauw, wat heb jij aan? Die is eigenlijk voor Lucilla, maar goed, dat maakt niet uit. Ze wilde hem even passen. Wie hebben we hier? Lucilla die is verkleed als een unicorn en ze heeft hier zelfs haar bed al helemaal neergelegd. En zoals jullie zien hebben ze winterlaarsjes aan. Die zag ik bij de Lidl liggen en Luxie die wilde er heel graag aan. Dit zijn de nieuwe bondlaarsjes van de kinderen.
Deze zijn voor Luxie, super schattig. Deze en die heb ik dan ook voor Lucilla. En deze heb ik dan voor Luan. Die lagen er. Ik denk, ja, die ga ik meenemen voordat ze weer weg zijn. We hadden hier een hele grote doos binnengekregen. Ik had wat leuke kerstoutfits besteld voor de kids bij de H&M. En ik dacht bij mezelf, had ik nou zoveel besteld? En zo'n mega grote doos. Ik had een niet zo'n grote doos, dus wij doen die doos open. Wat zien wij, Luan? Heel een hele grote doos. Kleren. Maar heel weinig zit er voor de rest in. Dus ik denk dat de kleine doosjes op waren. Dat ze dachten van nou, dan doen we maar een grote doos. Hij zei meteen, mam, doe die kleren eruit. Ik wil met die doos spelen. Dus ik ga even de kleren van de kinderen bekijken. Terwijl Luan de doos even leeg aan het maken is. Zo kon hij met de doos gaan spelen. Ik heb ook wat voor mezelf besteld. Ik heb ook wat voor mezelf besteld online. Alleen dat had ik niet bij de H&M. Dan kon ik niet echt wat vinden. En hopelijk komt dat nog op tijd binnen voor de kerst. Hoe Pip? Overheen. En wat jullie horen op de achtergrond is Luan die het plakband... aan het uittrekken is. Volgens mij. Zo, kijk, hij zit al in de doos. Wat ga je maken, jongen? Wat gaat het worden? Een hondenbench of een mooi hutje. Een hutje of een hondenbench? Oké. Okay. Wow, Sil. Die is super mooi. Kijk eens. Ah. Die is mooi. Die zat in de doos. Ik heb toch een haarband die past. Oh, een haarband die past. Oké. Okay. Luan die is met die doos te spelen. Maar ik wilde jullie even heel kort laten zien wat ik heb gekocht voor de feestdagen voor de kinderen. Het is nog een beetje schemerig, maar je kunt het nog wel zien. Deze hele leuke sweater met een blouseje eronder voor Luan. Deze hele leuke trui met een rood vlinderstrikje. Dit leuke blouseje. Dit is zo'n broek. Ja. En het colbertje erbij. Kijk deze, ja, je kunt het niet meer zo heel goed zien, maar het is een beetje blauwachtig. Voor Luxie was er nog dit jurkje en dit rode jurkje met haarbandje erbij. Alleen geen vestje meer, al die vestjes waren allemaal uitverkocht, dus ja ik moet even kijken. Misschien hebben we nog in de kast een vestje of zo. Voor Lucilla hadden we nog wel een vestje, deze. En dan die ze aan had, die hebben jullie dus straks gezien. En dan heb ik deze nog als jurkje voor kerst en voor oud en nieuw. Dit leuke jurkje met gouden hartjes zitten erop. En dat was het voor de feestdagen. Het ruikt heel lekker naar was. Kijk eens, de was is uit de wasmachine gehaald. En hier is vader en daar is Lucilla. Hallo, perfect. Hallo liefie, wat goed van jou. Mama's onderbroeken, ja. Heel goed, schatje. Voor de Benninga Jaar movie. Daniel is vanochtend ook weer heel druk bezig geweest om het allemaal maar online te zetten. Want hij is uiteindelijk 6 uur geworden. Ja, nog eventjes. Ik ben gisteravond tot 2:30 bezig geweest. Toen was hij te groot. Vanochtend werden we wakker. Was het schrijven niet gelukt. Nu moet hij weer schrijven. Het duurt 12 uur. Want het is een film van 70 gigabyte. Hopelijk gaat het nu wel lukken. En dan moet hij nog straks in de upload. Ja, dus gelukkig hebben we glasvezel. Ja, maar we zijn nu dus al bijna 22 uur bezig om die video geschreven te krijgen. Ja, in de edit. Nou Luan, wat was jij van plan dan met het... slapen. Nou, eigenlijk waren we het voor plan nog bij een zillig in slapen. Maar nee hoor, we gaan lekker net z'n allen naar beneden slapen. Dus ik pak mijn matras. Ja. Dit is eigenlijk nog het heel oud matrasje van Lucilla toen ze haar ledikantje had. En dit matras is het boxmatras wat in de box van Luxie lag. Ja. En dat hebben we dus hier onder Lucilla's bed neergelegd. En dan spelen ze heel vaak. Maar Luan wilde er dus graag op slapen, al is hij veel te lang voor zo'n matrasje. Maar goed, hij zei dat maakt me niks uit. En dan wil hij graag naar beneden doen. En dan kan hij daar leuk op slapen. Moet je wel met opgetrokken benen slapen, denk ik. Ja, maar het maakt mij niet uit. Oké, okay, bed gaat naar beneden. 1, 2, 3. Kan het mooi daar liggen. In dat hoekje. In het hoekje. Ik zit hier op de bank. Lucilla die gaat hier op de bank. Die heeft haar zeemeerminnen, deken. En dan een kleedje onder op de bank. En naar haar kussen. Ja, en hier mijn knuffel. En knuffel. Knuffelbox. En de box. Ja. De lampbox. En Luan die wil daar liggen, in het hoekje. Ja. Maar waar moeten papa en mama dan liggen? Naast mij. En waar moet papa liggen dan? Hier of daar. En waar moet Luxie liggen? Naast jou, hier. Moet mama daarop liggen? Ja. Op dat matras? Ja, maar dat gaat toch wel zo langzaam dan even niet lukken, jongens. Kijk, als mama hier gaat liggen zo, dan liggen mijn hele benen daar. Maar mam, je moet tot hier en dan daar net verder naar boven. Vingertje. Nou, net, hij gaat net tot mijn bil. Zo, moet ik zo slapen zo. Ja, naast mij. Ik ga dan... Naast mij? Onder jou. Ik slaap hier onder jou dan. Nou, dan is dit de deken. Oh. En dan dit. Hier is de deken. Voor jou
voeten en benen. Oké. Okay. Nou, dan wordt hier even een metamorfose gehouden van de woonkamer. Dit was precies jouw boxkleed. Weet je dat nog? Nee, ja. Denk het niet. Alsjeblieft, klaar. Ja. Oh, kijk dan. Ze hebben zelfs zeepjes in neergelegd. Zoals een hotel. Doen jullie net alsof het een hotel is? Dat is leuk. Ja, dit is jouw deken. Oh, dat is mijn deken. Oh, dat is lekker. Nou, dat ziet er lekker uit op bed. Dat is een lekker bed, Luxie. Luxie gaat er al liggen. Ga jij er al liggen, Liefie? Je moet al in bad. Ja, we gaan. Ja, maar we moeten eerst ook nog even eten. Kan moeder papa zijn voeten op? Maar nu, want jouw voeten is maar van tot hier. Nee, tot hier. Kijk. Nee. Ga jij hier liggen, Luxie? Nee, joh. Ja. Luxie, jij gaat hier liggen. Nee, oh. Luxie gaat hier liggen en mama hier. Ah. Oké, okay. En waar gaat papa liggen? Daar. Dat hebben jullie goed gedaan met z'n drieën. Jullie zijn er maar druk mee met die bedden. Kijk. Ja, nou, trek je pyjama aan. Oh, papa heeft de pyjama al aan. Heb je ook al gedoucht dan? Ik ben al klaar in mijn pyjama. Nou, dit is het geworden. Wat vind je ervan? Papa, weet je wat? Maar zeg, je mag hier zo. Mama! Ja, hier zo. Tegen mijn voeten. En hier ga je... Mijn hoofdje? Ja, hier zo liggen mijn hoofd. Papa, dit zijn je dekens, hè? Oh, we kunnen het wel gaan. Papa, die zijn allemaal niet met de honden vaak. Zonder deken. Gewoon een lekker plekje. Maar. Ik ga hier. Nou, dat wordt wel een gezellige slaapfeestje, jongens. Hebben jullie al zin om te gaan slapen? Ja. Nou, niet om te slapen. Oh, we gaan toch slapen op een slaapfeestje? Slapen, slaapfeestje. Feestje. Feestje. Lucilla, we gaan toch slapen op een slaapfeestje? Ja, Lucilla gaat slapen. Oh, ja, daarom staat er een bed. Gaan slapen. Mama, eerst gaan we spelen en lekker dansen. En daarna gaan we in onze bed. Vandaarom dat een bed staat. Het is eerst een feest en dan een slaap. Ja. Vader staat nog steeds te dansen. Is dat een lekkere hutspot? Ja, dus Luxie wil een lekker bordje van, hè, liefie? Ja. Ja, lekker, lekker. Dat is een lekker bordje hutspot. Ja. En we moeten wel een beetje wat in de maag hebben voor vanavond natuurlijk. Ja. Hè? Er moet flink gefeest worden vanavond, hè? Ja. Nou, kijk dan. Ik kijk even niet. Want dan ben ik het bord al bijna leeg. Goed hoor, Luxie. Luxie. Ja, Luxie die is de grootste eter hier van allemaal. Maar weet je waarom dat komt? Oeh. Weet je waar het door komt? Als Luxie een aardbei eet. En dan zit ik te wachten op de volgende aardbei. Nee, ik wil meteen erin proppen. En dan doet ze dat ook bij de hutspot. Jij bedoelt dat Luxie doet alles in één keer. Ja, en dan heeft ze een hele volle mond. Ja, dat en dan jij. Is die bot. Nou, maar ik moet kijken even naar haar snoetje. Die is wel behoorlijk leeg. Ja. Dus volgens mij eet ze het ook echt wel op hoor. Kijk maar. Oh. Is die lekker kinderen, dat kleine eisje? Maar ik heb mijn neempje op. Was in één hap? Op. Eén hap. Zo, nou, inmiddels de pyjama's aan. En hebben we lekker onze gedoucht en gewassen in bad. De kinderen hebben ook al hun pyjama's aan. En dan kan het feest beginnen. Kinderen, hebben jullie de pyjama's aan? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Kijk! Oh, kom je in die ballonnen? Oh, dat zijn nog hele oude ballonnen van de show. Ja, moet ik even springen. Hoppatee! Kijk eens, Luxie. En ik zie ook een ballon. Oh, lief. Eerst gaan we feest vieren en dan gaan we slapen. Of gaan we eerst slapen en dan feest vieren? Nee, joh. Nee, we gaan eerst feest vieren. Nou, op naar beneden, kinderen. Ik ben goed als erbij. Ik ben niet voor de vrouw.
little woesel, maar doe mama Luan. Lucilla, ja? Ik zie het. Wat mooi, liefie. Ik zie het, lief. Wacht dan. Dank je.
Dan pak ik rood en dan knip ik een hartje en dan ga ik die mooi kleuren. Mooi, liefie. Spelen. Zo zie ik het zijn stokjes. Lekker, nog een haarsje. Oh, nu moeten we helemaal weer in een plastic zakje doen. Wat doe je dan met al die stokjes? Vind je die stokjes zo mooi? Wat gaat papa doen in die jas? Zilla, meestal zo laat op de avond, laat ik de hond nog wel even uit als ik poep en plas. Dus ik ga in de pyjama broek. Mama. Oh, Luxie. Ik ga even voor het dagplasje. En poepje okay. Oké, okay, ja. Goed. Ja. Kom maar, dag, Pip. Even een plasje. Oh, Sil, dat moet je niet in de mond doen, liefie. Dat dingetje, dat moet je niet in de mond doen, oké? Okay? Dan kan dat spul uitkomen. Ja. Oh, wat heeft Luxie nou weer gedaan, jongens? Heeft ze alle snoetendoekjes uit de verpakking gehaald? Luxie, we hebben er ook eentje. Alle stokjes uit de verpakking. Wat? Dit is alles. Alle doekjes, ja, we doen het weer even terug. Wat zeggen jullie, Luan? Even een stoere mannenlied. Een stoere Force. Mannenlied? Force. Ja. Oké. We hebben alles gegeven. We hebben alles gedaan. Daar komt alles in. Alles is gegeven. Alles is gegeven. Alleen het enige wat overblijft is een lip. Tegen twee stemmen, één gedachte, samen stijgen. Onder zakken, maar de ze zijn doe een dier na aan het doen, dit spelletje. Nou. Een kikker. Kikker? Een kangoeroe. Een ja, paard. Konijn. Konijn. Wat is Lucilla? Een mol. Oh, een spin. Ja, een spin. Maar kinderen, wanneer gaan jullie slapen? Ja. Achter het moest zijn. Ik ben van de hondendag wandeling. Willen jullie lekker bakken chips? Ja! Wil je een chippy? Wil je een chippy? Dat gaat Lucilla nadoen. Een vissie. Nee. Sopat. Nee. Aardes. Nee. Een slang. Nee. Een hond. Nee. Poes. Nee. Ik weet niet, Lucilla bent. Wat is het? Nee. Een haai. Een lekker chippy op de bank. Ja, Elsa. Luxie. Luxie ook een pakje chips. Mama, lekker bakkie. Gaan we dat een kinderfilm kijken. Onze drie grote kinderen op de bank. Met een mooie film. Fijne filmduifjes. Zo, inmiddels was het al een heel tijd later. De film die is afgelopen. Daniel kon zijn draaien beneden niet vinden met slapen. Dus die is boven aan het liggen. Maar kijk even, jongens. Luxie is wel in slaap gevallen. Kijk. Lucilla heeft de tanden al gepoetst, maar Luan die gaat nu nog even de tanden poetsen, jongen. Kijk. Het is 10:10. Dat is voor jullie best laat, hè? Ja. Dat flink ik klodder. Maakt niet uit, jongen. Ik wist niet of er nu... Je was wat sterker dan je dacht. Ja. Ik had hem niet eens gezien, maar wie ligt hier nu weer? Hé, jongen, lig jij hier? Ach, mijn jongen toch. Ben je erbij komen liggen, krullenhondje? Lucilla ligt hier lekker op de bank met haar semerminnen.
zak. Dit is een hele leuke zimmerminnenzak die ze van Sinterklaas heeft gekregen. Vonden jullie het leuk, hé? Slaapfeestje? Ja? Vonden jullie het leuk? Nog een deken. Zo, liggen jullie lekker? Ja. Ik zie Luxie helemaal niet meer. Luxie ligt daar. Nou, dan moet mama hier liggen. Mama er ook bij. Zo, nou jongens, wat gezellig. Hi Pip. Wij zeggen wel rusten, tot morgen. 1, 2... Vond je het weer een leuke vlog? Doe even. Ja, even zo. Geef het abonneren en klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Ja! Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.